twee scooters die hier geparkeerd stonden in de Chicagostraat in Den Haag. Die zijn in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 augustus in vlammen opgegaan. We gaan beeld laten zien waarop te zien is dat de brand is aangestoken. De Chicagostraat ligt in de Haagse wijk Wateringse Veld. Het is een zijstraat van de Laan van Wateringse Veld die dwars door de wijk loopt. Het is stil buiten op het moment dat twee mannen op zaterdagochtend 6 augustus even na 2:30 de straat in komen lopen. Ze zijn in het zwart gekleed en een van hen draagt een witte tas. Ze lopen verder de Chicagostraat in. Het huis waar de scooters bij staan ligt een stukje verderop. Aan de schimmen in de verte is te zien dat ze een paar minuten heen en weer lopen. En dan gaan de twee tot actie over. Er wordt iets uit de witte tas gehaald en ze gaan op de scooters af om die in brand te steken. Op deze foto zien we dat een van de mannen een fles in zijn handen heeft. Verder valt op dat hij een trainingsbroek met het logo van voetbalclub AC Milan aan heeft. Nadat het vuur is aangestoken, maken de twee dat ze wegkomen. Ze rennen richting de Laan van Wateringse Veld. Al snel laait het vuur op. Een heel gevaarlijke situatie, midden in de nacht, midden in een woonwijk. Op het moment dat die twee scooters in vlammen opgingen, ging dat vuur naar de woning waar op dat moment een gezin lag te slapen met vier kleine kinderen. Zij zijn via de achterkant naar buiten gevlucht, ontzettend bang geweest natuurlijk. Maar ook de buurt hier is heel erg geschrokken. Meerdere auto's die hebben schade opgelopen aan dit incident. De bewoners begrijpen het niet en ze zijn bang, ja, het kan zomaar weer gebeuren. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en is het alleen bij materiële schade gebleven, maar ook dat is vervelend genoeg. De politie wil graag weten wie de twee brandstichters zijn. Een van hen draagt een trainingsbroek van AC Milan. En waarom moesten de scooters in brand? Misschien weet u meer over een mogelijk motief of heeft u iemand over de brandstichting in de nacht van 5 op 6 augustus horen praten. Alle informatie is welkom. U kunt terecht op 0800 60 70. Als u liever anoniem belt, dan kan dat via 0800 7000. Of neem contact op met het team Criminele Inlichtingen.